staan hier bij de Rozenburg Sluis aan de noordzijde. Het eind van het Callandkanaal, begin van de Bretagnehaven. En we staan hier op het remmingwerk van de Rozenburg Sluis. De sluis is 50 jaar oud inmiddels, dus die is hard aan vervanging toe. We zitten nu in de eerste fase en dat is dus het vervangen van het remmingwerk aan de noordzijde. En daarnaast hebben we ook nog een stukje bescherming van het Theemswegtracé. De aanvaardbeveiliging om het spoorviaduct naar de Europoort en Maasvlakte te beschermen tegen scheepvaart. En de volgende fase van de renovatie is de Rozenburgsluis zelf. Dat is dus het conserveren van de 12 sluisdeuren die erin zitten. De twee grote bruggen die erbij zitten. Het vervangen van al het kabel- en leidingwerk en de elektra. Wat bouwkundige aanpassingen, wat wegen die aangepast moeten worden. Uiteindelijk moet de sluis op afstand bediend gaan worden. Ja, de oude situatie, daar hing het remmingwerk helemaal vol met ASB-hout, van onder tot boven helemaal gestapeld. In de engineeringfase is daar goed naar gekeken van willen we dat in het nieuwe remmingwerk ook hebben. Uiteindelijk is er besloten om de kunststof te gaan toepassen met een grotere regelafstand, die uiteraard nog wel voldoet aan de richtlijnen, om op die manier een veel duurzamer remmingwerk te realiseren. En naast dat we dat gedaan hebben, hebben we ook vanuit asset management was de vraag gekomen om proefvakken te maken met verschillende materialen om te kijken wat er voor andere materialen zijn en ook in de toekomst een duurzaam geleidewerk te kunnen houden. We hebben daar onder andere bamboe toegepast, hergebruikt ASB en hergebruikt kunststof. Nou, en dat is dus nu in de loop der jaren wordt dat gemonitord en dan wordt gekeken wat daar eventueel als alternatieve materialen gebruikt kan worden, hetzij dat langer in stand blijft of dat het goedkoper in onderhoud is, dat zal de toekomst nog uitwijzen. Sluis zelf, dat is een behoorlijk grote bak van 305 meter lang bij 24 meter breed. Er gaan per jaar 20.000 schepen doorheen. En dat is een aanzienlijk groot aantal daarvan is tankvaart, zo'n 60%. En dat is goed bij elkaar voor zo'n 45 miljoen ton wat er jaarlijks door deze sluis heen gaat. Het is een verbinding tussen het Callandkanaal aan de ene zijde en het Hartelkanaal aan de andere zijde. Naar verwachting zijn we dan eind 2025 met het project gereed.